We beginnen even met 150 gram boter. Daar komt 4, beetje moeilijk te zien denk ik, maar 4 eetlepels poedersuiker bij. En als laatste 150 gram bloem. En die gaan we eventjes mengen. Op het moment dat het gemengd is met elkaar, dan gooien we daar 1 ei door weer bij. Nou, ga even mengen. Nou, ik ga het mengen. Nog soortje. Ik ga het mengen dik even met de handen doen. Op het moment dat het zover gemengd is, gooi ik de eidooi erbij. Nou, dan is dit klaar, dan gaat het eventjes nakneden en dan gaat het in de bak liggen. Op 180 graden voor 20 minuten in de oven in. Gooi ik het bakpapier overheen. En daar gooi ik een vulling bovenop. En die vulling is echt puur om te zorgen dat die ruimte erin blijft, zeg maar. Dat we later de volledige vulling erop kunnen gooien. Een soort stevigheid vulling, zo te noemen. Zo. Het is niet volledig gemengd, maar het een hele eidooier en ook alleen de dooier. Gooi je erbij en dan gaat het kneden tot een bal. Als het deeg te droog is, kun je er altijd een beetje water bij gooien. Is het te nat, kun je er altijd bloem bij gooien. Ja, ik vind het perfect. En dat was het deeg alweer. Dan gaan wij het bakblik even invetten. Nou, ik heb het bakblik tot zover ingevet. Alle hoekjes en kiertjes nog in. Zo, nou, gaat die daarin. En die gaan we eventjes helemaal verspreiden over de bakblik. Kijk hoe simpel die gaat. Dit is een 24 centimeter springvorm. Er werd aanbevolen om een 25 centimeter te doen. Dus altijd een beetje spelen. Toch heb ik al het gevoel dat zelfs dit al veel te weinig, veel te veel is. Of veel te weinig is. Deeg te weinig en de blik te veel. Het is ook briljant verspreid, zie ik. Ongeveer een hoogte van 5 centimeter aan haar. Ja, ik heb dat heel vaak, dan heb ik de bodem heb ik aan de ene kant redelijk dik. En de andere kant is zo dun. Als je één keer blaast, dat hij er doorheen gaat. Ja, ik wil hem nou wel een keertje redelijk goed hebben. Helemaal omdat je de hoogte ook een beetje moet hebben. Maar ja, als de hoogte te laag is, dan loopt de vulling eroverheen. Het liet wel wat, toch? Pakken wij bakpapier. Hoeft niet heel mooi te zijn, want we gaan dit doen. Nou, dit gooi ik nou 15 minuten in de oven voor 180 graden. En op dat moment daar ga ik ook de vulling maken. Dus dan zie ik jullie zo weer. We zijn bijna 10 minuten voorbij, dus ik haal zo de taart eruit. En dan gooien we de vulling en de bakpapier haal ik eraf. En daarna gooi ik hem nog 10 minuten in de oven. 5 minuten, sorry. En de 10 minuten zijn voorbij. Moet je nou eens kijken hoe die geworden is. Ziet dat er niet lief uit? Dan gaat het terug. En de laatste 5 minuten gaat nu in. Intussen heb ik alle ingrediënten voor de vulling heb ik gemaakt. Gemaakt, afgewogen en gepakt. Dus daar gaan we zo mee beginnen. Ik weet niet of je kunt zien zo. Citroenrasp en citroensap van 1 citroen. 3 eieren erbij. 1, 2,
kan de camera nog niet goed staan. Dus drie eieren erbij. Citroenrasp en citroensap van één citroen. Dan pakken wij de suiker en de room. 175 gram suiker. 125 milliliter slagroom. En 3 eetlepels bloem. En dan gaan we het door elkaar mixen. Gaande dat nu het door elkaar heen is. Ik heb alleen niet begrepen of die stevig moet zijn of niet. Want hij... het kan ook best zijn dat de stevigheid wordt gecreëerd door het af te bakken. Dan komen we naar het bakken wel achter, denk ik. Maar ja, het was kiek wel mooi. Hoop dat het gaat werken. Moet eens kijken. Nu laten we nog 20 minuten doorbakken. Nou, deze laten we nog 20 minuten bakken op 180 graden. En na die 20 minuten ben ik weer bij jullie terug. Dan hoop ik dat die gelukt is. Ja, tot straks. Nou, ik heb hem uit de oven gehaald. Ik heb hem iets langer laten zitten. Dus ja, de zijkanten zijn een beetje gebakken, letterlijk. Ja, mag de pret niet drukken, denk ik. Ik heb iets langer zitten, want ja, ik had de oven verkeerd ingesteld. Zo te voelen is hij graag. Bovenkant is stevig. Zo! Afgekoeld, nou ja, afgekoeld, maar... suiker eroverheen. Ik ben echt benieuwd, want ik ken het zelf ook niet hoor. Dus... en volgens mij kon de bodem wel iets langer. Ja, citroen is goed aanwezig. Doe het wel even zo. Nee, ik ben er happy mee. Dus als je na wil maken, laat even weten. Ik zet uiteraard de ingrediënten aan de onderkant. Uitwerking, heb je gezien. Dan hoop ik dat jullie het filmpje leuk gevonden hebben. Zo wel, like, subscribe en ik hoop... jullie volgende keer weer te zien. Laters!